zijn hier in restaurant IJsselzicht in Doesburg. Het voormalige woon- en servicecentrum aan de Van Brakellaan. En de gemeente heeft ervoor gekozen om de zorg te ontkoppelen van de wonen en zorg te ontkoppelen. En Attent heeft zich hier teruggetrokken in de maaltijdvoorzieningen. Wij waren al bekend met de gemeente vanuit het jongerenwerk wat wij doen in 0313 in Doesburg. En zo zijn we eigenlijk de gemeente en Cambio bij elkaar gekomen met de vraag of wij het restaurant wilden gaan bestieren. Wij doen dat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ene wat groter dan de ander, de ene wat meer begeleiding dan de ander. Wat we zoveel mogelijk proberen te doen is eigenlijk te koken zoals mijn oma dat ook doet. En zoals eigenlijk al deze opa's en oma's het eigenlijk ook doen. Dus gewoon draadjesvlees, gewoon een keer een carbonaatje, wel ook een keertje nasi, maar niet al te gekke dingen. De groenten gewoon lekker gaan, gewoon lekker een Hollandse pot. Ja, echt prima hoor. Maar het is heerlijk, dus ook niks. Ik heb bietensalade en krulaardappelen en een cordon bleu. En het smaakt voortreffelijk. Nou ja, wat sowieso de bedoeling is van ons en van de gemeente is om hier veel meer reuring te krijgen. Nou, dat doen we samen met verschillende partners, waaronder Kaleidos is daar een partner in. Die doen ook de dagbesteding doen zij hier. Daarmee zijn wij van plan om wat meer reuring hier te krijgen. En dus ook gewoon bijvoorbeeld de 's avonds een maaltijd aan te bieden, workshops aan te bieden. Lunches bijvoorbeeld ook te gaan organiseren hier, maar ook op andere locaties. De doelgroep was eigenlijk alleen voor de bewoners hier. En we willen nu veel meer wijkgericht het aan gaan pakken.